Oh, dat ken ik. Ja? Ja. We moeten alles een beetje uitleggen, want mensen vinden het allemaal heel chaotisch. Wat ik wel snap ook. Wat ga jij nu doen? Wat ik nu ga doen? Leuke niet dingen. Slapen. Leuke dingen. Maar je gaat naar huis, want je hebt net nieuws gelezen. Precies. Ja. Maar ik ben natuurlijk al om 5 uur vanmorgen hier binnengelopen. Ja, 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 zeker. Dus mijn dienst zit er eigenlijk al op. En wat gaan wij doen? Wij gaan lunch halen. Okay. Het is namelijk 12 uur. Goedemiddag. Renate, wat gaan we nu doen? We gaan nu weer naar de redactie. Ja? Dan gaan we lunch eten, maar ondertussen moet jij ook heel snel half 1 nog maken. Ja. Dat gaan we nu doen. En het is vandaag, kant. Breng je konijn mee naar je werkdag. Flauw of mee. Dat zou ik ook hebben als ik een relatie met Paul Rabbering heb. Dat losing my head. Hij is een grapje. ik wist dat het gefilmd werd voor de vlog van Martijn. En daarom zie ik dat. Echt een hele slechte opmerking is dat, hè? Gijs, ja. Mijn vlogs zijn te chaotisch en te onbegrijpelijk. Wat was nou dat grapje met Paul Rabbering? Wat heeft hij met dat nummer te maken? Nee, die heeft helemaal niks met het nummer te maken. Maar ik vond het wel grappig. I'm losing my head als je dan een relatie hebt met Paul Rabbering. En Christel heeft een relatie met Paul. Want Christel is de zangeres. Snap ja. je? Ik leg het even uit. Maar ga je nu alles wat er gebeurt in jouw vlog uitleggen? Ja, maar anders snappen ze het niet. Hou wel de geluidjes erin. Als ik bijvoorbeeld dit doe. Of. Dat zit er dus nu allemaal geluidjes onder. Dat is leuk. Zo leuk zijn als ik het nou niet doe, hè? Hey Jan-Willem. Hey. Waarom ben je op je werk vandaag? Nou, we hebben vergaderd over de topsong. Oh? En dat loopt nog wel eens uit de hand. Maar ik kan er niks over zeggen, dat weet Haals. Wat is de topsong? We moeten dat niet op camera vertellen. Schat. Het was echt verschrikkelijk. Oh, wat daar gebeurt bij die vergadering. Martijn. Ja, hey, Flip, hallo. Oh, dan moet ik even uitleggen. Dit is de hond van Loretto Schrijver. Mevrouw Schrijver. Ja? Ik vond het een beetje eng om nieuws te lezen net. Oh, dat ken ik. Ja? Ja, dat heb ik ook wel gehad. Ja. Bij wie dan? Noem eens iemand. Ik heb het een keer gehad bij Jaap van Meekeren. Oh ja, dat snap ik wel. Maar die had mij toen ontdekt. Oh? Bleek later. En ik heb er even aan gedacht en daarom heb ik helemaal niet naar je geluisterd. Oh, ik heel dacht, fijn. Oh, dan word je nerveus. Ja, van. Heel goed. En het slaat nergens op, hè? Nee. Ik ben zelfs eens een keertje heel nerveus geweest. Dan ben ik bijna bang geworden achter de microfoon. Omdat er een coach in de studio stond. Ik zou het op prijs stellen, dus als je zometeen weer niet luistert. Dat zou fijn zijn. Maar ik zou het wel leuk vinden als je er wat dierennieuws in hebt. Nou, is goed. Wanneer gaat koffietijd weer beginnen? Wanneer ben je klaar met de spelletjes? Marijn, kun je dit eens voorlezen? Wat hier staat? Zeg je niet van die vieze tekst of zo? Nee hoor. Ineke Boersma zegt, wat een leuke stagiaire. Dan zegt Martijn, welke? Dan zegt Ineke Boersma weer, de nieuwe. Maar ik ben niet echt objectief met een beetje drank op. Met broodjes. Dankjewel Ineke. En? Dit doet me wat hoor, dit ja? doet me echt wat. Ruud, vind je mij... Oh, ik zit vandaag in mezelf. Dus ik heb een soort van pantser om me heen. Oh. Ik ben bij de psychiater geweest. Maar bij mij toch niet? Ik kan het openzetten. Staat die open? Ik heb het al opengezet. Oké. Vind je mijn vlogs chaotisch? Nee. Oh, heb je weer zo'n persoon achter je aan met te veel vrije tijd? Nou nee, maar het zijn er een stuk of 6, 7. Iedereen vond mijn vorige vlog heel ingewikkeld. Van de 2000 mensen, 6 of 7? 3000. Van de 3000 mensen, 6 of 7? Ja, maar ja, als die de moeite nemen om het erover te hebben. Hallo, loopt het nou snappen mensen dus niet meer, hè? Wat snappen mensen niet? Het van, hij was toch de baas van Radio 2 of van Nieuws uit de Natuur? Maar dan zien ze jou ineens niet meer. In jouw vlog? Ja. Ja, dat klopt. Dan verwijs ik u naar, weet ik niet. Ja, maar jij komt nooit naar mij toe. Nee, dat is waar. Naar jou toe komen. Nee, maar mensen weten niet, jij bent nu de grote baas van de NPO Radio. Daarom van is het. Alle NPO Radio? Ja. Ja, dat klopt. Daarom doe ik zo aardig. Oh, oké. Je vindt me eigenlijk niet aardig. Nee, natuurlijk niet. Het is gewoon allemaal zo hakkelijk. Ik vind Martijn wel heel aardig. Weer een chef hier. Nog een chef. En nog een NOS-chef. Hi. 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 Ik krijg dit niet meer uitgelegd. Ja, maar we komen voor de drop. Zit ik in de vlog? De vlog? Ja. De vlog van Martijn? Ja. Moet je wel eens doen, anders knip ik het eruit.
Oh, niet weer moeder, hè? Hallo. Oh, ik kom vandaag door de achterdeur. Ik zeg het maar even. Heb je trek? Ik ben op weg naar de poes van Bram en Jesse. Hé, hey Kai. Wil je even naar buiten? Mag hoor. Kom maar. Goed zo. Ja. Nee, ik ga niet over het voer. Het gaat automatisch. Moet je even aan je kijken. Oké. Hallo. Ik heb dus op de kat van Jesse en Bram gepast en inmiddels ben ik weer thuis. Bram? Martijn Nijhuis vraagt, gaan we nog een Q&A doen? Nee. Bedankt. Slaap lekker, Elsje.